Goeiedag dames en heren, dit hier is de lift van de Poldenberg op de Demer. Gebouwd door de huidige firma Orona in 2012, toen All-In geheten. Het vermogen is 800 kilogram, oftewel 10 personen. Het is een tractielift die twee niveaus bedient met een tweebeen ophanging. Hartstikke mooi exemplaar, helemaal wit staal en veel LED-verlichting. En veel glas. Hartstikke mooie lift. Waarschijnlijk wel even de mooiste van heel Eindhoven. Dames en heren, tot ziens. Goeiedag dames en heren, dit hier is de lift van de HLM in de Piazza. Gebouwd in 2004 door Schindler. Het hefvermogen is 630 kilogram, oftewel 8 personen. En er bedient 2 niveaus en eigenlijk is het wel een mooie lift. Veel staal, deellampen als het goed is en een driedelige spiegel aan de achterzijde. De lift is gebouwd volgens de moderne inzichten van met name Schindler, dus waarschijnlijk een machinekamerloze tractielift. Meer weet ik er geen actie van, maar zeker weet ik het dat het op zich een leuke lift is. Ik ga maar eens terug. Dames en heren, tot ziens. Goeiedag dames en heren, dit hier is de lift van de Perisport in de Piazza. Hij werd gebouwd in 2004 door ThyssenKrupp en het hefvermogen is 1000 kilogram, oftewel 13 personen. Hij bedient in totaal 2 niveaus en het is een machinekamerloze tractielift met 2 op 1 ophanging. Interieur bestaat veel uit RVS, wit staal en veel glas. Echt prachtig om te hebben. Vaak gewoon de mooiste liften die er zijn. Ik ga maar eens terug. Hier heb je de rotspartij, neprotspartij, die de swingen hier ook zo aanziet. Dames en heren, tot ziens.